Herenstraat helemaal, die loop ik vandaag met Henk IJsing. Hij is algemeen directeur van de SC Veendam. Ik moet er eigenlijk even bij zeggen, Henk. Demissionair. Hey, dat klinkt hartstikke mooi in de politiek. En demissionair. Ja. Eigenlijk ben ik gestopt, maar, maar je bent nog gewoon aan het werk. Demissionair, ja, dat klopt. Directeur van SC Veendam. Klopt, Sportclub Veendam. Ja, mooi zijn. Hè? Want jij hebt die club beleefd, Henk. En wat je er nu nog steeds mee beleeft. En vooral ook wat je ermee hebt behaald. Want als ik zeg van, hier naast mij loopt de redder van het veenkoloniaal voetbal. Heb ik het dan verkeerd? Ah, dan krijg ik wat te veel eer. Ja, dan weet ik ook al wel wat jij gaat zeggen. Ik heb wel, niet alleen ik ben die ook al gaan ridden, hè, maar het is niet op televisie uitgezonden. Ja, nee, precies, bent... Ridder in de orde van RTV Noord. Ja, een Drent die geridderd wordt en ook nog een keer mens van de dag is. Ja, dat is wel heel bijzonder. Nee. Nee, het is wat te veel eer om te zeggen dat ik het alleen gedaan heb. ik heb zeker een aantal mensen hulp gehad. Marketingbureau, intern wat mensen. Dan moet je wel zelf de kat trekken. Je moet kattrekker zijn, maar ik ben hartstikke trots, maar ik heb niet ik heb nooit een lijn aan, hoor. Maar er zijn ontelbare namen hebben de revue gepasseerd, hè. Ik zal even een paar opnoemen. Het is eigenlijk van Doutzen Kroes tot Leo Beenhakker. Ja. En van Henk Nienhuis tot Kim Veenstra. Iedereen heeft zich bemoeid met de SC Veendam. En zelfs nog een mooie vrouw, Imre Stiekema. Dus modellen Jurgen Groningen. Nou, zelfs die nog. Die wil een fotoshoot gaan maken met Veendam. Maar je kunt toch zien dat die dames, dat is wel een leuk grappie. Of grappie, serieus ondertoon. Die dames die vallen op stoere, onverzettelijke kerels. Waar de veenkolonisten zijn, de kolonisten. Ja. Ze vallen op hard werken, op doorgaan door opgeven. En ze vallen op zijn gevoel. Ze vallen op het seintje gevoel, maar dat is ook Veendam, hè? Angelo Seintje. Onze onverzettelijke, onze cultvoetballer. Dat is een beetje het beeld van de voetballer die Veendam het liefste heeft. Ja. Hard werken, mouwen op stroom, hard werken. En daar houden vrouwen dus ook van. Het is waar, Henk. Ja. Het is geweldig wat er is uitgekomen, maar het moet wel een struggle for life zijn geweest wat jij de afgelopen tijd allemaal hebt meegemaakt. Ja, dat klopt. Ik heb de afgelopen 2 jaar vaak in geroepen, Pieter. Dat had ik alles geweten waar ik toen hoorde begon. Maar ik had achteraf ook nooit willen missen. Nee, hè? Nee, als je ziet hoe het imago kunnen doen kantelen en de reuring die we gemaakt hebben. Landelijke publiciteit. Je kunt geen zichzelf respecteren. Dat moet landelijk, die niet over ons Colonicio's verhaal heeft gepubliceerd. Nee. De televisie, ik zag zelfs Doutzen Kroes bij Show News voorbij komen. Ja, dat is er ook over. Ja, zeker. Die heeft zelfs een interview aan Show News gegeven. Vandaag staat er zelfs in de Stem in België een groot artikel over Veendam, Colonicio's en Doutzen Kroes. Ja. Nou, dat is wel wat we voor elkaar gekregen hebben. Het is natuurlijk ook wel, zeg maar, de vrouw die je dan nodig hebt om publiciteit te maken. Want iedereen duikt erop, dat is toch bijzonder. Ja, goed, het hele verhaal kwam bij elkaar. Laten we maar eerlijk zijn. Het plan was eerst goed, hè? En daarna Doutzen Kroes. Dus dat ook in het juiste perspectief, anders doen we onszelf tekort. Het is natuurlijk fantastisch dat zo'n mooie vrouw zo'n bekendheid erop pakt. Met 220.000 volgers moet je kijken wat voor reuring je dan krijgt. Twitter. Maar het plan was ook goed, hè? Nou, maar is goed. We gaan zonder Doutzen Kroes tekort te doen, gaan we er vanuit het plan toch op 1 stond, hè? En daarna pas heel lange tijd later komen dan de beroemde naam. Eerst het plan en daarna de beroemde naam. We gaan nog even terug naar die Abing Kiel Windeweer. Hoe noemde jij dat? Maar het pact van Kiel Windeweer. Ik zei het dan, ik ben de deur lopen. Oh ja, wie zei dat? Nee, dat zeg ik. Ik neem de rivel hem over. Ik zat zondagsmorgens achter mijn computertje. Ik dacht van god, M, operatie, petticoat operatie, schoon schip. Dat klinkt stoer. Ik dacht, ik moet ook een stoere naam hebben, ja? Want de titel was Heuvelman Meets Beenhakker. Ja. En ik dacht in één keer van Kiel Windeweer, het pact van Kiel Windeweer. Dat klinkt hartstikke stoer en samenzweerderig, hè? Ja. Dus we hadden ook samen een heel samenzweerderig sfeertje. Het pact van Kiel Windeweer. Ja, het pact van Kiel Windeweer. Ja. En het pact van Kiel Windeweer, dat was in de Amstel, hè, zo heet het. Ja, een kerk, hè, met een kerk. Ja, met de kerkbanken nog, met de kansel nog. Ja. En daar komen dan op een bepaald moment mensen samen, hè, zonder al die andere mensen tekort te doen. Maar er hing Nienhuis bij voor mij nog altijd één van de, zo niet de, allerbelangrijkste. Voor mij Mr. Veendam. Ja. Laat hem heel simpel wezen. Laat mezelf maar een beetje kleiner maken. Mr. Veendam. Ja, Mr. Veendam. En dan heb je natuurlijk helemaal uit Spanje. Hij komt daarvoor. Als jong broekie was hij trainer op de lange leegte. Leo Beenhakker. Zo heb ik hem ook getriggerd. En ik belde hem op. Ik zeg, Leo, 7 mei, dan moeten wij Veendam gaan rennen met z'n tweeën. En zei Henk, maar dat kan ik niet. Ik ga donderdag 3 mei naar Spanje met de auto. Want ik neem spullen mee. Ik blijf 6 weken in mijn huis. Ja. Ik kan niet. Ik zeg, Leo, ben jij vergeten aan wie jij je carrière, je huis in Spanje, je rijkdom, je roem hebt te danken? Dat heb jij aan de club te danken die jou 26 jaar en ik je 68e de kans heeft gegeven. Ja. Het was hem stil.
Hij zei, ik heb gelijk, ik bel hem over een uur terug. Een uur later belde hij op. Hij zei, ik vlieg gewoon terug naar Nederland op zondag. Ik ben maandag aan bij jullie. En dinsdag gaan we vliegen terug naar Spanje. Ik zeg, Leo, moet ik een ticket voor jou regelen? Moet ik een overnachting in een hotel park zich voor jou regelen? Zij vroeger vast voor geslapen. En wat vreemde dingen vreet, mijn vrouwtjes. Hij begon te lachen en zei, Henk, je hebt gelijk. Ja. Je hoeft niks te regelen, ik ben er gewoon. En hij was er. Oh. Nou, Henk Nieuws was er. Seintje was er natuurlijk. Jan Blijham was er, ook in belangrijk om te melden trouwens. Hè? Onze oude cultvoetballer. Jan Blijham was er. Die heeft Leo Beenhakker nog wel eens achterna gezeten op trainingsveld. Daar hebben ze ook de verhalen voor opgehaald. Simon Soeterbier was er, dus een aantal oude spelers. Ja, ja. Kijk maar voor een sfeertje of je dan krijgt, Piet. Ja, nee, geweldig. Ja, dus van historie naar toekomst. Lekker eten. Die man op de bank, op de geel, ik had de geel-zwarte Vindambank er neergezet. Oh. Dus Beenhakker erop, Nino's erbij, Blijham erbij, Seintje erbij. En dan krijg je een sfeertje, presentatie gegeven. En uiteindelijk, als dan ook dat plan goed is, heb je gewoon je zin met elkaar. Maar jij hebt dus op een bepaald moment, heb jij dat geld voor elkaar gekregen? Jullie hadden dus nodig drie ton of zo. Ja, 350.000 euro. De sleutel was natuurlijk dat de gemeente het stadion aan projectontwikkelaars verkocht. Laat ik de projectontwikkelaars ook de credits maar geven. Voor 2 ton? Nee, die hebben het voor veel meer verkocht. Oh, ja. Alleen het levert ons 4 jaar lang 2 ton minder lasten op. Ja. Dus eigenlijk zijn die projectontwikkelaars nog meer de redders van Veendam als dat IJsing is. Oh. Gemeente heeft meegewerkt. De ondernemers tien hem de schouders eronder gezet. De Veldmaten, dat is ook wel echt. Ja, die is te goed voor Veendam. Ja, maar dat is Sparta, dat is de kinderheid. Dus de gemeente heeft zijn steentje bijgedragen, heeft zijn stadion verkocht. Daar hebben ze natuurlijk geld voor gebeurd. De projectontwikkelaars die maken mogelijk over 4 jaar lang 2 ton minder aan lasten hebben. Ja, en tel dat plaatje bij elkaar. De 10 ondernemers die de schouders eronder gezet. Nou, 15.000 euro 3 jaar lang. Dus gewoon 3 jaar lang en 4 jaar lang gewaarborgd dat er betaald voetbal in Veendam wordt gespeeld. En dat moesten we hebben. Duurzaamheid. Duurzaamheid, Piet. En moet je de kermis op de achtergrond echt ongelooflijk. Ja, geweldig. Maar moet je dan op een bepaald moment, als het dan over 3 of 4 jaar, als je zo ver kijkt, moet je dan eigenlijk in deze 3, 4 jaar afdwingen dat eigenlijk dit nooit meer mag gebeuren? Nou ja, wat er nu moet gebeuren is, en dat heb ik ook gepresenteerd die avond. Ik heb niet alleen maar geld gevraagd, ik heb ook een plan gepresenteerd. Je moet niet alleen maar vragen, dan ben je bedoeld. Ja. Je moet een plan hebben. Er komt VIP-ruimte in. Ja, er komt VIP-ruimte in. Daardoor maak je het mogelijk dat ook grotere sponsors met hun relatie naar Veendam komen. Daar kun je meer geld voor vragen. En daar moet de overbrugging in 3, 4 jaar zijn van die 350.000 euro. En dan is kloor. Dan is kloor. Hey, IJsing, daar zit maar eigenlijk helemaal geen microfoon nodig. Gaan we dat hier ook zonder microfoon? Ik ben er zo volksman, dan staat zo maar open. Ja. Zo doe ik het gewoon. Jij moet nog eens kiezen in de camera en je moet eerlijk kiezen vanuit het hart. De Meerdijk in Emmen of de Lange Leegte in Veendam. Mag ik ook duidelijk waarom of ik dat kies? Nee, jij moet alleen kiezen. Dan kies ik de Lange Leegte, want dat is namelijk voetbal. Ja, die kan op, Henk. Dankjewel. Hey, graag gedaan. Hij is duidelijk, scherp en vooral ook luid.